Ja, dat is compleet iets nieuws. Een nieuwe video. Je betaalt belasting voor je smartphone. Unk. Ja. Dat is pijnlijk om te horen. In Amerika is een telefoon goedkoper. Honderden euro's goedkoper dan hier in Nederland. Ja. Ik was heel nieuwsgierig en ik heb een of ander voor je uitgezocht. En ja, het is zo. In Amerika kost een telefoon veel minder. En terwijl ze in Amerika meer andere dingen erin stoppen in je smartphone. Goed, de iPhones wordt het gewoon in Amerika gebouwd. Want hoe zou ik zeggen, sinds dat Apple begonnen is met een iPhone-lijn. En trouwens, de iPhones blijven nog steeds mooi. Morgen de nieuwe iPhone-serie. Vind ik het wel belachelijk dat al deze smartphones die je ziet, gewoon dat je belasting moet betalen. Want in Amerika, als je wij spreken in Amerika een telefoon koopt van 500 euro, ik bedoel $500, als je dat in Amerika koopt, dus kopen wij spreken, ik noem maar wat op, een BlackBerry, wij zijn spreken in Amerika, en die kost $500, betaal hier in Nederland nog eens $200 extra. Want ja, in Nederland rekenen ze uit van hoeveel komt er hier voor belasting bij kijken. Ze zeggen van hoe meer features zo'n telefoon biedt, hoe meer belasting je moet betalen. Dus als jij spreekt een telefoon uit Amerika laat overkomen, ben je veel goedkoper uit. Want die zijn veel goedkoper en die hebben dezelfde software en de specs als in Europa wordt uitgebracht, want het komt uit hetzelfde land. Maar ja, toch moet ik heel eerlijk zijn. Is het niet eerlijk. Want in Amerika is alles goedkoper. En in Nederland betaal je de belasting bij. Want dat moet van de minister van nog wat. Die heeft bepaald in die tijd van smartphones. En tablets en spul moet je hier in Nederland extra voor betalen. Dus als je bij spreken een telefoon van €350 wilt kopen. En hij kost in Amerika $200. Dan betaal je gewoon belasting erbij. Dan betaal je €150 meer. Dus een smartphone van €350 in Nederland. En een smartphone in Amerika $200, dan betaal je belasting erbij. En ik vind het belachelijk dat het moet. Want ja, niet iedereen kan een telefoon betalen waar geen belasting op zit. Want ik vind hoogst persoonlijk dat Nederland eigenlijk moet kappen met belasting voor je smartphone en voor je technologische producten. Aan de ene kant snap ik het wel, er moet verstuurd worden, er moet uitgesorteerd worden naar welke bedrijvenpand het heen moet en dergelijke. Maar ik vind het gewoon belachelijk. En als je belasting doet, doe dan gewoon spreken €10 in plaats van honderden euro's extra dat je belasting betaalt voor je telefoon. Dus in Amerika een telefoon van €500 en in Nederland betaal je eens €10 extra, dus dan ben je €510 kwijt. Maar ja, dat wil ik nog eens wel overzien. Zelfs de iPhones zijn goedkoper in Amerika dan hier in Nederland. En dat geldt ook voor Samsung en voor Sony. En voor LG zou ik het niet weten, want LG is gestopt met de smartphone lijn. Omdat ze zeggen van, ja, Samsung en Apple die zijn te groot geworden. We kunnen de concurrentie niet meer aan. Dus LG, jammer dat jullie weer stoppen. Maar jullie waren wel een hele fijne telefoonmerk. Maar ja, het is gewoon belachelijk dat je voor zo'n telefoon als deze iPhone of deze Galaxy S20 Plus, dat je gewoon belasting voor betaalt. Ik vind het gewoon belachelijk dat je voor je telefoon überhaupt belasting betaalt. Want betalen we niet al genoeg belasting en btw? Een verkeersregeling. Als je een auto hebt, betaal je belasting. Als je
een huis wilt hebben, betaal je belasting. Je betaalt voor alles belasting eigenlijk, voor bepaalde dingen. Zelfs voor boodschappen. Wat in Duitsland goedkoper is. Dus in Duitsland is pak melk waar je spreekt 1,50 euro. En hier in Nederland betaal je meestal rond de 2,80 euro. Daar zit gewoon belasting in. Maar ik vind het belachelijk. Waarom zou je in hemelsnaam belasting in een smartphone willen proppen? Het leven is al duur zat, zeg ik. En ja, trouwens, ik vind het wel een ding. Dat mensen zeggen van, ja, dit, dat, zus en zo moet PC. Maar ik ben het totaal niet mee eens. Want ik vind dat je gewoon de keus moet maken om het zelf te kunnen bepalen. En ja, trouwens, Tweede Kamer mensen, haal alsjeblieft de belasting van je smartphone weg. En van andere moderne gadgets. Horloges, digitale horloges, tablets, oortjes, bluetooth koptelefoons en tablets gewoon en telefoons. Belasting even afhalen en van de televisie of wat dan ook, maakt me niet zoveel uit. En van ook van wordt het dus en ook voor gewoon voor spelcomputers ook belasting eraf halen. Dus ga maar naar je smartphone, je horloge, bluetooth oortjes en koptelefoons, tablet en een laptop en je pc of een hoe heet het een iMac. Dan moet je voor allemaal, voor die apparaten, belasting betalen. Terwijl het leven zo duur zat is. Dus Nederland, kap daarmee. Gooi die belasting gewoon eraf. Want belasting, kent iemand dat nog? Hallo? Ja? Jij daar? Ik niet. Ik vind het trouwens belachelijk dat je belasting betaalt voor je smartphone. Dat het leven gewoon duur is en je betaalt toch voor alle soorten dingen belasting. Dus als ze hier nou een uitzondering van maken, vind ik het mooi. En ja, één ding weet ik wel. Apple dus gewoon, die blijft eigenwijs. Want die willen voor hun smartphones helemaal geen belasting hebben. Want Tim Cook heeft een keer gezegd in een van zijn presentaties van... De smartphone-markt is geen poppenkast, maar gewoon een technisch apparaat waar je voor moet gebruiken en je eigen zin mee kan doen. En ja, dat verbaast hem ook. Want Tim Cook heeft ooit gezegd van dat het belachelijk is dat je belasting betaalt voor je smartphone, dus serieus voor dinges. Dus voor de onthulling van je Android of iOS apparaat. En ja, ik vind het ook gewoon belachelijk. Ik wil wijze van spreken, als ik een iPhone neem, wil ik dat hetzelfde bedrag kunnen betalen wat ze in Amerika ook hebben. En niet dat je dat bepaalde dingen er niet bij krijgt, want die kun je gewoon loskopen. Zoals als een oplader wijze van spreken niet bij zit, boeit mij dat. Ik heb oplaadkabels zat liggen. Maar als ik er een van Apple wil, dan koop ik er gewoon eentje los in de winkel. Dus ik vind het gewoon belachelijk dat je in Amerika, wij spreken, $1000 betaalt voor een smartphone. En hier in Nederland betaal je nog misschien eens nog 15 of 25 extra erbij. Dus reken maar uit. Je hebt een half jaar keihard gewerkt om een nieuwe smartphone te kopen. Komt die net uit in Amerika, is die daar goedkoper. Wil je misschien in Amerika bestellen? Maar het kan wijze van spreken niet, want dan betaal je misschien borg ervoor en dan kun je heel lang wachten tot hij heel lang aankomt. En als je hem hier in Nederland wil kopen, moet je nog zoveel extra bijsparen en klussen. En als je het eenmaal bij elkaar hebt, dan is meestal van 10 keer de nieuwe telefoon uit. En als de nieuwe telefoon uit is, dan is hij misschien duurder. En hier zit een alletje onder gras. En ik zou voor de mensen die het echt niet begrijpen uitleggen. Zijn ervoor, het komt een nieuwe iPhone uit. Ik bedoel een nieuwe telefoon gewoon, dus gewoon een nieuwe telefoon. En in Amerika kost die $1000. En in Nederland nog 25% extra BTW en belasting erbij.
En reken maar uit, als jij een heel half jaar lang hebt geklust om zo'n smartphone te krijgen, maar je wilt hem niet in Amerika, maar je wilt hem in Amerika, vanuit Amerika naar Nederland laten komen, maar dan moet je lang wachten, want ik wacht ook nog steeds op twee pakketjes die ik een paar weken geleden heb besteld. Ik wacht er ook nog steeds op uit China. En ja, als je dan hebt geklust om die smartphone te kopen, maar je wilt hem niet wachten tot hij uitkomt in dat hij naar Nederland eindelijk gekomen is, maar je wilt hem in Nederland kopen, dan betaal je nog zoveel extra erbij. En als je dat geld niet voor hebt, dan moet je nog extra bij gaan klussen. Dus nog extra werken om hem te verdienen. En tegen die tijd dat je dat geld allemaal nog verder bij elkaar hebt gespaard. Dus wij spreken in Amerika $1000. En in Nederland $15.000. En je hebt bij zo'n spreken wordt dat hard gespaard. En je hebt €1000. En het komt nog eens zoveel procent bij. Dan moet je voor dat geld extra bijklussen. En als je pech hebt, echt pech hebt, is hij of uitverkocht, of de opvolger wacht al en je wilt de opvolger hebben en die is misschien dan nog duurder. Dus eigenlijk heb je gewoon vette pech. Maar ja, ik ben niet zo'n persoon van ik geef het niet op. Ik blijf strijden tegen die personen die de smartphone eigenlijk gewoon, ja, in Nederland gewoon de smartphone naar de kloten wil helpen. Ik heb er geen andere woorden voor. Hier in Nederland betaal je gewoon serieus belasting voor je smartphone, terwijl het in Amerika goedkoper is. En in de andere buitenlands gedeelte. Ik ben sprakeloos. Maar ja, jongens, help met mij allemaal mee. Ik wil een protest gaan beginnen tegen belasting voor je digitale smartphone. En ja, het klinkt misschien overdreven, maar ik meen het wel. En ik ga morgen trouwens een video maken over nieuwe Apple spullen. Dus wees er morgen blij. Blij hoor mij dan. Bye. En dan zeg ik één ding. Bye.